Maar wat ik wel denk, is dat, dat zowel Spanje als Frankrijk de enige twee landen zijn die, die niet, zeg maar, angst hebben voor het verdere toernooi. Hm. De rest, de Duitsers hebben achterin problemen. Ja. De Engelsen spelen als een krant. De Italianen lijken op niks. Ik denk dat dat wel de enige twee die zekerheid, die de zekerheid hebben van dit gaat goed komen. En Portugal, hoe zie je die dan? Ja, die zitten weer met die rare Ronaldo natuurlijk. Waar ze, waar die er ze, altijd in moet staan. Waar ze hele 90 minuten rekening ja. mee moet houden. Ja. Dan moet je natuurlijk ook niet goed op een gegeven moment. Dan moet je omheen voetballen bijna. Dan kom je ook niet onderuit. Nee. Als je die ernaast zet, dan... hè? Nou, ik denk dat dat een rel wordt. Dat is niet te geloven. Nee, maar daarom. En dan moet ik zeggen dat hij tot nu toe... Ja, heel redelijk. Nou ja, het heel redelijk. Het lastigste is natuurlijk... Het is 39, die man. Ja, maar heb jij het al schat? Die zijn zo oud als Rooney. Zie je die wel eens zitten? Ja, die is zo. Kijk, dit maken we ook maar zelden mee, hoor. Wat heeft hij? 227 in te landen? Ja, zoiets, ja. Dat is toch niet normaal, joh? Dit is een zesde EK. Dit maak je niet mee. Het is geen ik denk ook niet dat het een jongen is die morgen naar die trainer loopt en zegt van, joh... Doe mij maar niet. Doe mij maar ja. niet, weet Zet je. Mij even op de bank. Zet mij even lekker laten rusten even. Dat gaat hij niet doen. Nee, natuurlijk niet. Nee. Dus dat is wel een probleem. Ja, maar ik vind het wel heel positief dat het egoïstische eraf is. Hij begint nu ook een beetje sociaal te zijn in zijn voetbal. Ja.